Het is weer begonnen. Ja, het is weer begonnen. De boer zoekt vrouw. Ach jongens, hebben jullie ook gekeken? Ja, Jutty kijkt altijd, dus ik kijk gewoon mee. Ja, en het is toch weer genieten geblazen, vrienden. Ja, ja, ja. Deze agrarische Tinder. Och jongens, genieten. Want dan zijn er van die mensen die vallen af dan, hè, die afvallers. En dan sturen ze daar alvast de mensen heen. Nou, die gasten, er waren er twee. Die kregen me daar een batterij aan muurbloempjes. Nou, die kunnen wel even wat gietertjes gaan pakken, hoor. Om die... Oh jongens, jongens, dat was wat. Maar goed, uiteindelijk hebben we er 5 over, beste vrienden. 5 kandidaten die mee gaan doen aan de... Ja, jullie kennen het natuurlijk, aan de speed dating. Nou ja, goed. Begonnen natuurlijk met ene Janine. De Janine, ja, een schapenhouder of even ze doet in schapen. Maar Janine, die had, heb je gezien, die had zo'n gok. Zo'n gok, ja. Dus die noemen we even, voor het gemak, maar even de neus. Maar die neus, die kreeg toch aardig wat brieven. Dus daar kunnen we nog wel van verwachten. Want er zijn toch nog een heleboel gasten, ik geloof ruim 100, die toch wel geïnteresseerd zijn in de neus. Dan als tweede geplaatst, Hans, een Hans paardenfokker. Ja, en die noemen we vanaf nu even dan Hinnik. Dus Hinnik, maar Hinnik is net zo oud als ik. Die zin in Hinnik, die kreeg ongeveer nog 70 brieven. Dus heren, die is zeg maar tegen de 70 lopen. En je hebt het gevoel van, nou ik doe niet meer zo mee. Hey, ga paarden fokken jongens. De nummer 3, dat is Jouke. Jouke uit Friesland, dus vanaf nu noemen we hem Boppe. En Boppe, ja, die kreeg werkelijk vrachtwagens aan brieven. Ja, hoe komt dat nou? De meeste van die boeren, ja, die zijn onverstaanbaar, die kunnen amper volgen. En er zien we ook geen ondertiteling, dus dat wordt al lastig. Maar wat zien we bij Boppe? Bij Boppe zien we, die ziet er niet uit zoals de meeste, als een uitgelopen aardappel. Nee, die Boppe die ziet er gewoon normaal uit. En wat gebeurt er dan? Oh, dan komt er ineens al die vrouwen die raken allemaal in de war. Hoe is het mogelijk? Van zo'n boer en huppatee. Die Boppe die krijgt veel brieven. Nou, we zijn benieuwd wat daar volgende week op afkomt. Nummer 4 is ene Rob. Uit de Betuwe. En die doet in kersen. Ja goed, die noemen we natuurlijk Flipje. Ja, dat kan niet anders. Daar vraagt hij om ons erop. En het lollige van Flipje is... dat Flipje, die wil de diepte in. Wow, jongens. Maar daar gaan we van genieten. Van onze Flipje. Want Flipje wil vrouwen met diepgang. Ha jongens. Nou, die heeft dus last van het Jacques Cousteau-syndroom. Of... het baggersyndroom, hoe je het maar wil noemen. Ja, ja, ja. Daar kijk ik echt naar uit, hoor. En dan nummer 5, vrienden. Ja. Ene Evert. En die zit in de koeien. Dus die noemen we voor het gemak even Koetje Boe. Ja. Maar goed, die kreeg, weet ik veel, ruim in de 60 brieven. En die werd ook geschreven door een... Maar dan valt je dat op, die vrouwen. Die schrijven, die gedragen zich als een soort groepies. Want die ene Maud, die schreef ook aan Koetje Boe. Van ja, ik denk wel dat wij, die hing in een hangmat, die Maud. Ik denk wel dat wij een leuk stel zijn samen. En die vrouwen, die dat is ongelooflijk. Die vrouwen gooien zich gewoon voor de voeten van die boeren. En nou ja, en dat, vrienden, maakt het natuurlijk allemaal wel heel leuk. We gaan een leuk seizoen tegemoet met de boer zoekt vrouw.